Bij mij gaat het wel eens wat klopt omdat ik, dat ik heel erg dan wil uitleggen wat er gebeurt en hoe het gaat. En dat je eigenlijk dan, de, ja, dat wat je dan kan doen voor mij is dat je probeert zo rustig mogelijk te blijven. En juist heel erg probeert uit te leggen aan te kijken, nou dit is wat er gebeurt, dit is wat ik zie. Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Echt een duidelijke normrichting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan. Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van de politiepodcast Boeiend. En ik denk dat dit een aflevering is waar we allemaal een beetje naar hebben uitgekeken. Want ik zit met niemand minder dan Ewout Genemans en Julian Bakkum. Heren, welkom in de podcast. Dankjewel. Dankjewel. Super tof dat jullie uh, hier zijn om eigenlijk een beetje de behind the scenes van de behind the scenes te geven. Want dat is wat jullie doen. Hè? Jullie kijken mee met de politie in de bureau series. Uh, laten we maar meteen bij het begin beginnen. Ewoud, voor de mensen, en ik denk niet dat het er heel veel zijn, maar wie ben jij en wat doe je? Ja, ik ben dus Ewoud, ik ben uh, programmamaker, presentator. En dit is alweer het vijfde seizoen dat ik de Bureauserie maak. En ik maak ook andere programma's voor RTL, maar in deze serie eigenlijk heel simpel. Uh, ja, loop ik een half jaar lang mee met een aantal agenten in een stad. En uh, ja, ze zijn heel blij dat dat dit jaar in Rotterdam is. Ja, jij bent de man uh, in beeld, maar ja. zeker niet de enige die dit doet. Nee. Want jij hebt ook Ewoud, uh, of uh, Julian bij je? Zeker. Julian, no. vertel, wie ben jij? Nou, ik ben Julian en uh, ik loop eigenlijk alle dagen met Ewoud mee uh, als cameraman. En uh, volg alle gebeurtenissen van het uh, van bureau uh, Rotterdam in dit geval. Ja. Ja. Zijn jullie echt een duo? Moeten we dat zo zien? Ja, we ja, <laughs> <laughs> draaien eigenlijk alles samen. ja, ja Tenminste, ja. als uh, Ewoud op pad gaat, zeg maar dan. Uh, Vraagt wat mij altijd mee, dus dat is wel. Uh, ja, als duo zijn we dan wel op pad eigenlijk. Ja, we hebben ook wel ja. een bepaalde manier van werken, zeg maar, met elkaar gevonden die heel goed werkt. Dus we kunnen dat ook wel heel goed met z'n tweeën. Ja, omdat je bij heel veel tv-programma's, ja, daar, daar heb je uh, nou een hele ploeg omheen staan van regisseur en geluidsmensen, redacteuren en ja, de plekken waar wij komen voor onze programma's, dus ook de achterbank van een politieauto. Ja, daar ben je toch vaak met z'n tweeën. Dus dan moet je het wel uh, goed met elkaar kunnen vinden en goed met elkaar kunnen werken. Ja, en dat is denk ik best wel een uitdaging. Want het politiewerk, uh, het staat niet vooruit geschreven op een blaadje zoals we nu ongeveer hebben. Nee. Dit is wat we allemaal gaan meemaken vandaag. Nee. Hoe is dat om zo'n programma te maken? Ja, ik vind het fantastisch. Ik bedoel, uh, ja, als politieagent uh, stap je ook de auto in. Je hebt geen idee wat je die dag te wachten staat. Dat is eigenlijk voor ons ook hetzelfde. Dus het is, uh, ja, je weet echt van vanaf minuut één niet wat je gaat doen eigenlijk. En dat uh, maakt het werk echt heel erg leuk. En dit programma maakt het dus ook echt heel erg leuk. Omdat je uh, ja, je gaat uh, draaien, je gaat op pad en je hebt geen nee met wat je thuis komt eigenlijk. En zeker voor jullie als cameraman. Kijk, normaal kan je iets nog eens overdoen. Of je denkt, nou, ik doe nog even een shotje van dit of van dat. Maar ja, hij moet altijd alles natuurlijk in één keer goed hebben. Want ja, ja het is niet dat je tegen een verdachte zegt. Van, nou, kun je nog een stukje rennen? kunnen we ja. het nog een keer beter doen. Dus, ja, het vraagt ook wel wat van een kamerman, ook niet iedereen kan dat zomaar zoals hij dat doet. Wat zijn voor jou daarin de grootste uitdagingen? Uh, nou ja, eigenlijk wat het al zegt. Uh, je, je, de grootste uitdaging is het dat ik een rond verhaal maak, zeg maar. Want je wil het hele verhaal helemaal vertellen. Je wil uh, de reacties hebben van de agenten, je wil de reacties hebben van EWA, Maar je wil ook weten wat is de situatie, waar, waar bevinden we ons en uh, uh, hoe gaat iedereen ermee om? Uh, een bepaalde emotie wil je overbrengen, wat er op dat moment gebeurt. Dus ik ben met heel veel dingen tegelijk bezig. En uh, ik hoor natuurlijk de agenten en Ewoud uh, ook alles uh, vertellen en met iedereen praten. Dus je probeert wel echt een heel rond verhaaltje te maken. En dat ze in de montage daar uh, een goede, uh, goed uiter van kunnen maken uiteindelijk. Ja. Ja. Als jij nou op een verjaardag uh, staat en uh, iemand kent jou helemaal niet en wat je doet ook niet, uh, hoe, hoe omschrijf je dan de bureau-serie? Wat, wat is het? Ja, eigenlijk een serie waarin we het politiewerk zo... ...echt mogelijk proberen te laten zien. Er zijn natuurlijk heel veel politie-series, of ze nou gespeeld zijn of niet... ...of, of dingen die heel spannend gemaakt uh, worden. En wat wij eigenlijk vanaf moment één hebben proberen te doen... ...is het echt laten zien zoals het is, door vooral heel veel tijd te nemen. We hebben heel veel dagen om zo'n serie te maken, ongeveer 80 dagen. Nou, dat is voor een televisieprogramma best wel veel. Waardoor je ja, het echt gaat zien zoals het is... ...en je niet iets spannender hoeft te maken of hoeft op te kloppen. En uh, ook heel veel politiemensen krijgen ook wel terug op straat, uh, ja, zich echt wel herkennen in van, nou ja, hoe jullie het laten zien, dat is ook wel echt hoe het is. En dat was ons doel. Ja, want het is best heel beschouwend, hè? Jullie, jullie kijken echt mee. Ja, ja, het is ook wel een beetje de manier waarop we programma's maken. Het is niet dat ik erin ga, nou, ik vind dit van de politie en dat ga ik eens even laten zien. Nee, we laten gewoon iets zien zoals het is en het is aan de kijker zelf wat ze ervan vinden. En ja, je hebt, uh, nou ja, dat merk ik allemaal de reacties die we krijgen. Sommige mensen vinden het geweldig en je hebt ook mensen... Ja, die de politie minder leuk vinden en die ons programma dus ook minder leuk vinden. Ja, is dat dan ook de, de, de gevoelens daarover? Ja, je hebt echt je hebt wel veel mensen die natuurlijk wel iets van iets vinden. Als er iets gebeurt in het programma, ja, dan, dan heb, krijgen wij ook heel veel reacties. Ja, dat kan toch niet? En uh, hoezo laat je dit zien? Of waarom doet die agent dit? Ja, die krijgen wij natuurlijk ook allemaal binnen. Ja. We hebben, we hebben trouwens ontzettend veel vragen voor jullie binnengekregen. Dus ik denk dat we echt op een hele leuke manier diep in jullie wereld kunnen duiken. Maar vooropgesteld, uh, de bureauserie is niet het enige wat jullie doen. Jullie zijn echt ontzettend productief. En als ja. Ik, ja, ik heb het een beetje vanaf de zijlijn vanuit communicatie meegekregen hoeveel voeten een seizoenbureau, uh, nou Rotterdam in dit geval, al in de aarde heeft. Maar hoe krijgen jullie het in hemelsnaam voor elkaar om al die televisieprogramma's te maken? Ja, de, de, nou ja dat, het zijn wel drukke weken, maar ja, goed plannen. Dus eigenlijk wat we, ja, wij maken wel zo'n twee, drie series ongeveer per jaar. En ja, tussen de weken in Rotterdam gaan we dan op reis voor de andere programma's of, of hebben we nog dagen of ochtenden tussendoor. Dus het is, uh, iedere week is weer anders. Maar die, dat vinden wij, nou ja, volgens mij jij ook, ja, heel leuk, ja. uh, allebei ook juist wel heel leuk. Ja, dus, ja. Uh, om werk zitten jullie niet verlegen wat dat betreft? Nee, zeker niet, nee. Ja. Hey, we gaan het zo meteen hebben over bureau Rotterdam. Maar eerst willen we wat meer over jullie te horen krijgen. En dat doen we in het verhoor. Het verhoor. Voor jullie allebei de vraag: wat is het leukste aspect van je werk? Um, voor mij is dat: uh, je komt op plekken waar je als normale burger uh, eigenlijk niet snel komt, zeg maar. Dus dat vind ik het bijzonder. Je duikt in een wereld waar je eigenlijk geen weet van hebt of dat er bestaat. Of ja, je duikt letterlijk in iemands wereld uh, waar je zomaar niet in komt eigenlijk. Ja, ik dat ik van alles kan vragen aan iedereen. Als, als ik dat in het dagelijks leven van iedereen zou doen, zouden ze denken wat een irritant uh, mannetje is dat. Maar met een camera erbij, ja, kun, kun je van alles vragen. En, uh, en dat vind ik heel leuk. Ja. Als jullie nou niet als maak ja, ik noem het even makers, hè, maar als jullie nou niet het werk zouden doen wat jullie nu doen, wat voor werk zou je dan doen? Nou. Uh, misschien wel bij de politie. Oh ja? ja, omdat ik dat vroeger wel altijd, als ik ook terugdenk, zeg maar, altijd wel heel leuk heb gevonden. Ook wel eens naar gekeken heb, uh, weet ik nog toen. Uh, alleen televisie maken en, en eigen filmpjes maken was ik ook altijd vroeger mee bezig. En nu heb ik een beetje de perfecte combinatie gevonden. Ja. Maar ik weet nog toen ik veertien uh, was, toen was ik altijd al bezig met, nou, met zelf filmpjes maken. Toen heb ik al eens een brief naar de politie geschreven of ik, uh, of ik eigenlijk wat we nu doen, of ik dat mocht doen. Dat heb ik ook een dag in Voorburg woning. Toen heb ik ook met de politie uh, twee diensten meegedraaid. Toen moest ik alleen steeds in de auto blijven zitten als het oh, spannend ja. werd. <laughs> Mocht ja, ja. Nee, en helemaal niet naar buiten. Nee. Nou, we hebben ook een vraag gekregen: waarom ben jij eigenlijk geen agent geworden? Maar die persoon die zegt er ook meteen bij: als je kijkt naar je social skills, dan heb jij het ook zeker in je. Ja, is dat, nou, dat is aardig. Dat? Ja. Uh. Ja. En jij? Wat zou jij doen als je geen maker was? Ja, dat is grappig, want uh, ik heb het eigenlijk altijd al gezegd... ik wilde ook vroeger bij de politie. Ik kreeg vroeger al heel vaak uh, tv-programma's natuurlijk... Nou, alle bekende blik op de weg en dergelijke. En ik dacht, dat, dat lijkt me ook heel erg leuk. Ik wilde toen bij, uh, in zo'n oude Volvo rijden, zeg maar. Nou, toen een nieuwe, maar nu inmiddels een oude Volvo. Ja, maar... precies, ja. <laughs> ja, dat leek me heel erg leuk, ja. Dus, uh, en toen al heel snel wilde ik uh, al cameraman worden uiteindelijk, ja. 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 Als jullie diensten meedraaien... Werken jullie dan het liefst in de ochtenden? Weet je, de middagavonden of de nachten? Wat is het leukst? Ja, ik denk de middagavond, de nacht in. Want je merkt zo'n verschil tussen dag en nacht. Het lijkt wel alsof letterlijk de lamp uitgaat, zeg maar. Oftewel, het wordt donker buiten. Dat dan de hele wereld verandert. En dat er dan, ja, het heeft iets magisch, misschien hebben jullie dat ook. Maar met, met werken op straat, dat, dat ja, er verandert gewoon iets, waardoor het een heel ander wereldje wordt of zo. Ja, Ik vind ja. nachten ook wel heel leuk. Ja. Dat is toch wel een bijzonder. sfeer, is ook heel moeilijk uit te leggen als ja. je dat niet zelf hebt ervaren. Maar ja, dan, dan ben je op straat en dan, uh, ja, je, je bent ook vaak de enige nuchtere op straat op een ja. bepaald moment. Ja. Dus dat, uh, nee, ik vind die nachten wel heel leuk. Alleen de nasleep daarnaast minder, ja. dat je er gesloopt bent de dag daarna. Ja, ja. En je merkt ook wel denk ik dat jullie dat ook wel hebben ervaren. Je werkt dan met wat minder collega's. Ja. Met het samen rooien en dan Nee, klopt. Dat gevoel heb je, het heb is echt een sfeertje. Of dan ja. hé, je gaat iedereen koffie drinken even tussendoor ja. en dan gebeurt er iets. En dat, ja, ik vind dat heeft echt iets uh, heel bijzonders. Ja. Hebben jullie in de periode dat jullie bij de politie meelopen ook een hele gekke politieafkorting gehoord waarvan jullie dachten nou dat dat een afkorting is? Nou, het is in iedere stad ook, heb je weer andere. Ja. Wat ik een hele leuke vind, die gebruik ik thuis ook. Dat is Lussen. lussen? Ja, dat klinkt heel uh, dubieus, maar ja, het, is, ja, ja. het is dat je in de auto een bocht, maar dat je van de ene naar de andere weg uh, gaat. Dat noemden ze in, bij Bureau Arnhem, noemden ze Lussen. Ja, we gaan hier Lussen. Ja, oh, We gaan dat nu is Lussen. Nee, je kan het nu ook erin ja, zitten. Ja. ja, ja, precies. Kan ja, 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 ja. ja, omkeren. Ja, omkeren. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Ja, mooi. Ja. Jij, Jules? Nee, eigenlijk niet. Nee. Mooi. Nee. 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 Wat is de favoriete maaltijd als jullie aan het werk zijn? Nou, de Pokéball halen we heel vaak, omdat het ook gezond is. Maar ik ik hou ook wel van pizza. Maar ja, dat is heel slecht. Dat ja. Mag toch? Ja. ja. Dat, <laughs> ja. ja. Ja, ik ook wel. Pokeball, iets uh, wat makkelijk snel mee te nemen is. Of, uh, en wat niet koud wordt, vooral. Ah, ja. ja. Pizza. En dan, uh, tot slot, in dit verhoor een uh, gewetensvraag. Wat is jullie favoriete politieeenheid? Ja, ik vind dat heel lastig te zeggen. Want je merkt zo erg, dat merk je misschien ook in de series. Uh, het, elke eenheid is zo anders. waardoor ja, Je kunt het bijna niet te vergelijken met bijvoorbeeld Amsterdam. We zijn we begonnen natuurlijk met bureau Burgwallen. Dat is al zo anders dan uh, Rotterdam. Het is een heel andere soort stad. Maar als je weer kijkt naar Eindhoven, ja, dat, dat is meer wijkgericht. Dus die, ja, wat ik ook heel erg leuk vind. Maar de favorieten, ja, ik, ja, ik, ik heb geen, oprecht geen favoriet. Ik vind alle, 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 alle seizoenen, alle eenheden, vind ik tot nu toe echt heel erg leuk. En interessant vooral. Ja. Ja, en het zijn ook meer de mensen met wie je op pad bent, zeg maar. Dus kijk. De eenheid is natuurlijk waar je start en de stad die, die leer je langzaam kennen. Maar uiteindelijk, ja, voor ons, wij zijn met, met een aantal koppels op pad die we goed leren kennen. En eigenlijk in iedere stad tot nu toe is dat heel leuk geweest en heel bijzonder. Dus ik kan, ik kan ook echt niet uh, zeggen, nou, dit vind ik nou de leukste eenheid. Nee. nee. Zelfs niet nu je hier aan een Rotterdamse tafel zit. Nee, ja, je, we krijgen het echt, uh, niet uh, <laughs> we krijgen echt niet uit. Maar ik vind het wel heel leuk in Rotterdam. Uh, okay. ja. 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 Ja, top. Nou, tot zover in dit verhoor. Ja, thanks. Verdachte feitjes. Welkom weer bij een nieuw verdacht feitje. Heb jij wel eens het mobiel media lab van de politie gespot? Dat is een grote vrachtwagen die door heel Nederland rijdt. Hij staat bijvoorbeeld bij basisscholen of op veiligheidsdagen of bij congressen. En daarmee willen we eigenlijk laagdrempelig, op een laagdrempelige manier in contact komen met jou. Jij kan je daar je vragen stellen en wij kunnen hopelijk misschien wat informatie krijgen over bijvoorbeeld. Een misdrijf, wat er is gepleegd, of gewoon wat preventietips voor bijvoorbeeld inbraken geven aan jou. Heb jij hem al gespot? Jouw vraag. Wij stellen de kijkers en de luisteraars van deze podcast altijd ook in de gelegenheid om vragen voor jullie in te zenden. Nou, de telefoon stond, of de app moet ik eigenlijk zeggen, stond roodgloeiend, want er is heel veel interesse in, uh, in wat jullie doen. Um, en ik denk dat we even kunnen inhaken op wat jij net zei over de verschillende eenheden. Dat daar de mensen eigenlijk, hè, dat het werk altijd wel hetzelfde is, maar dat, dat, dat daar ook de verschillen in zitten. Ja. In jullie beleving, in hoeverre verschil, verschillen de, het werk en de mensen in de eenheden van elkaar. Ja, ik, het verschilt wel. Je, en je merkt om dan even op, op Rotterdam, uh, zeg maar, te komen, is dat gewoon als je ziet het aantal meldingen op een dag en, en waar de agenten hier mee te maken krijgen, dat is gewoon heel hoog. Dus ja, je, je merkt wel dat dat ook van de agenten een bepaalde manier van handelen vraagt. Of hoe je richting uh, burgers soms doet. Ja, je, je kunt niet altijd alle geduld bijvoorbeeld hebben. En dat is anders als je in een wat rustigere stad werkt, uh, waarin je daar wel meer tijd voor hebt. En het is niet dat de agenten dat dan niet willen. Maar er is soms letterlijk geen tijd voor. En dat maakt wel dat er dan ja, op een gegeven moment wel een soort verschil is van hoe, hoe agenten hun werk doen. Of hoe, ja, hoe het gewoon is om je werk te doen dan. Ja. Ja. Nee, ik denk ook wel qua melding. De, de melding is letterlijk elke keer anders. Dus uh, je, hoe je daarop anticipeert en uh, acteert, ja. Dat is uh, of dat je met toeristen te maken hebt die heel dronken op straat lopen in het centrum... of dat je in een burenruzie terecht bent gekomen, zeg maar. Ja, dat vergt wel een heel ander soort uh, manier van handelen. Dus dat vind ik ook wel interessant om te zien. Ja, ja dus dat, dat is het grote verschil, denk ik, wat ik grotendeels zie, ja. Jullie gaven net allebei al aan dat er al van jongs af aan wel enige interesse was in het politiewerk... Uh, nu hebben jullie natuurlijk ontzettend veel diensten meegedraaid en ook van binnenuit kunnen meekijken hoe de politieorganisatie is en de mensen daarin. Hadden jullie nou voordat jullie dit deden een ander beeld van de politie uh, dan nu? Uh, ja, maar niet negatief. Meer in de zin van, ik wist niet dat er zoveel uh, werk kwam kijken bij het uh, politiewerk letterlijk. Ik had geen, geen idee van wat jullie in, op zo'n dag mee zouden kunnen maken, zeg maar. Van een heel heftig incident tot dan een heel grappig incident, een, misschien overlijden, en een, 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 een bepaalde aanhouding met verzet. Dat, dat het zo'n groot verschil was, zeg maar, dat, wat jullie allemaal meemaken. Dus dat, dat had ik niet uh, verwacht al in het begin, nee. Oh. nee. nee en, en ook wel dat, dat, dat het vraagt wel veel meer van je als persoon dan ik gedacht had. Want je denkt van tevoren nog wel eens, als je bij de politie gaat, Ga je naar die academie, dan leer je wel even zo. Doe je dit, zo doe je dat. Je hebt je aan regels te houden. Maar het is vooral hoe je ook als persoon uh, op zo'n situatie reageert. Zeg maar, er wordt heel veel van je gevraagd. Als je iemand rustig moet maken, ja, je leert wel wat tools daarvoor. Maar het gaat echt om jouw persoonlijkheid. Hoe je die inzet om dat dan vervolgens ook uh, voor elkaar te krijgen. En dat is. Uh, ik, ik vind dat het veel meer van de mensen vraagt eigenlijk dan ik nog gedacht had van tevoren. Nou ja. Dat had ik nou, er nog uh, nooit over nagedacht. Nee. Zelf. Nee. Is het voor jullie lastig om? Hè, aan de ene kant wil je natuurlijk televisie maken. Dus dan ben je gebaat bij spraakmakende beelden, uh, heftige incidenten. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je ook geen propaganda wil maken voor de politie. Is het dan, is het dan zoeken naar een balans tussen het eerlijke verhaal aan de ene kant. En toch ook wel de, nou ja, de spectaculaire kant van het werk aan de andere kant? Nee, eigenlijk het vertrekpunt van het programma is: wij vinden de politie leuk. En, uh, en wij willen graag laten zien wat de politie doet. Dus, en wij willen daar de, laten zien dat de mensen dat met passie doen en met plezier doen. Dus dat is ons vertrekpunt van de serie, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat uh, ja, alles wat uh, gebeurt altijd allemaal goed is. Of dat, uh, dat we als er iets niet goed gaat, dat per se niet laten zien, zeg maar. Dus ja, we proberen een zo eerlijk mogelijk beeld uh, te laten zien. En ja, ook als dingen daar soms wat minder in gaan, zeg maar. En toch kan ik me ook wel voorstellen dat je ergens ook gewoon op zoek bent naar sensatie, toch? Nou, op zoek naar sensatie is een beetje een groot woord. Mensen kunnen het heel snel zeggen van, ja, jullie zijn op zoek naar, jullie willen alleen maar sensatie maken. En uh, ja, het is een vechtpartij. Of uh, de, ja, dan komen jullie wel met de camera, bij wijze van spreken. Maar nee, dat is het eigenlijk niet. Wij lopen gewoon letterlijk mee met de politie en wij laten zien wat er gebeurt. Ja, en dat het er sensationeel zou uit kunnen zien. Ja, dat, dat is zo, omdat het dat op het moment is, zeg maar. Maar uh, het is niet bewust dat wij daar naartoe gaan van denken we willen een sensatie alleen maar maken. Nee. Nee, dus denk al het eerlijke verhaal. Ja, ik denk ja. juist dat je in de serie ziet dat zowel grote als kleine dingen die komen aan bod. En dat is ook wat je ja, in je werk als agent ook tegenkomt, zeg maar. En we krijgen ook wel eens te horen dat mensen dingen heel heftig vinden in de serie. Maar ja, dat is nou eenmaal wat het werk van de politie ook is. Dat ja, Je weet vaak niet wat je tegenkomt en kan heel heftig zijn. Dus ook dat zie je in ons programma. En hoe is dat dan? Hè? Want als politie, als we heel eerlijk zijn, soms staan we er gewoon niet goed op. Dan gebeuren er incidenten. We weten allemaal dat we stappen te, hebben, uh, te, te zetten hebben als het gaat om een diversere politie zijn. Daar is vanuit ons heel erg veel ambitie. Maar jullie ze, ze hebben een soort van hybride, hè? een beetje brakwater tussen de politieorganisatie en wat jullie doen als makers. Ja. ja, nee, dat ja, klopt. Soms is dat ook wel uh, uh, zoeken, inderdaad. Omdat. Uh, kijk... Wij zouden dit programma nooit kunnen maken als de politie uh, medewerking zou verlenen. Dus het is natuurlijk niet zo dat we op die deur van die auto kloppen en gaan zitten. Dus we nee. ja. hebben natuurlijk afspraken met de politie gemaakt. En uh, ja, wat heel belangrijk is, is dat we altijd op de privacy van mensen moeten letten. Dat er zaken niet in de weg kunnen zitten. Uh, maar ja, wij willen ook wel een programma kunnen maken wat natuurlijk echt is. En, en ook als dingen niet goed gaan. Dus daar heb je natuurlijk wel eens gesprekken over. Uh, of wel eens een discussie ook over. Maar het is, het is uh, nooit zo eigenlijk dat dat. Uh, tot problemen of zo heeft geleid. En ik denk ook wel, maar goed, dan kan ik beter aan jou vragen die hier werkt, bijvoorbeeld, dat je, ja, dat het niet voelt als je het kijkt dat het een soort één grote commercial is, zeg maar. Je ziet ook echt wel dingen dat je denkt, nou, hadden we ook anders kunnen doen, of had ik zelf misschien wel anders gedaan, dat, dat zit ook echt wel in de serie. Ja. Ja, en ik denk ook juist dat dat uh, heel waardevol is. En uh, ik had het daar vorige week ook in bureaupraat met uh, Joyce en Nadia over, ja. dat ze dan soms even een woord laten vallen waarvan hun moeder zou zeggen van, dan moet dat nou zo. Ik vind dat ook wel een bepaalde mate van sympathie hebben en eerlijkheid. Ja, want zo gaat het in het echt ook, toch? Ja, ja dat ja. Uh... Zeg, mensen werken ook, dat merk ja. je ook. Ja, het is ja. echt handel op het laatste, op, op een fractie van een seconde. Je moet beslissingen maken binnen no-time, dus ja. Ja, het ja, zou ook raar zijn als je dan allemaal robots hebt die geen emotie tonen ja. en alleen. Maar, maar weet niet. ook wel, kijk, als je, je natuurlijk als agent ook opgeeft om mee te doen aan dit programma, ja, dan vind je in basis je werk heel leuk en wil je er heel graag over vertellen. Ja. Dus ja. Ja, ik moet hier eerlijk zeggen, de agenten die wij volgen, ja, die, die, die doen dat ook met passie. En dat is wat je terugziet. Ja, en dan als we dat dan koppelen naar de praktijk, en kijk ik ook even naar jou, Julian. Ja. Uh, jij, met name omdat jij ook een camera op je schouder hebt, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Jij stapt ook uit samen met die twee collega's. Ja. En dan kan ik me ook voorstellen dat dat soms een reactie opwekt. Of dat dat voor jou ja. ook zoeken is naar je plek en je. Ja, dat hangt heel erg van de melding natuurlijk af. Um, het belangrijkste is natuurlijk dat je de melding niet in de weg zit, oftewel de, de agenten gewoon hun werk zou kunnen laten doen. Um, dus je houdt sowieso afstand. En uh, ja, wij, wat, 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 wat in het begin al een beetje zei eigenlijk. We, we kijken echt mee met de politie. Dus het zou heel gek zijn als ik dan bovenop zou staan. Dus ik hou echt rekening met de hele situatie. En natuurlijk, uh, naar de omstanders. Ja, sommige mensen vinden het eenmaal niet leuk dat wij er zijn. Maar ja, uh, wij volgen in principe het werk van de politie en uh, ja, soms is dat niet leuk en soms, uh, soms is het wel leuk. Ja, uh, op een gegeven moment moet je die knop een beetje omzetten, maar wel met respect. En uh, uh, wel altijd, uh, tenminste ik hou altijd wel ethisch verantwoord in mijn achterhoofd van waarmee, waar, ben ik, waar ben ik mee bezig, zeg maar. Dus uh, ja, het, het is heel erg meldingafhankelijk, af, uh, zeg maar. Ja. En dan en, en met de collega's, want dat kan ik me ook voorstellen dat de collega's, die hebben er natuurlijk voor gekozen om uh, betrokken te zijn bij dit hele proces. Maar soms dan kan ik me ook wel voorstellen dat je denkt van, hé, hey, nu even niet, want we moeten even met deze vent uh, aan de bak. Ja. Hoe is dat? Ja, ik, ja, eigenlijk gaat dat best wel goed. Het is best wel, we spelen best wel goed op elkaar in. En uh, ja, wat ik zeggen, ja, ik volg eigenlijk Ewout en de, uh, uh, ik volg eigenlijk Ewout die de politieagenten volgt. Dus het is een soort treintje eigenlijk. En uh, uh, ja, we, we voelen allemaal al zo snel aan uh, als we bij een melding zijn, uh, wanneer we wel of niet wat kunnen uh, vragen, of wanneer we wel dichterbij kunnen komen, of wanneer we even afstand moeten nemen. Dus ja, dat voel je eigenlijk vanzelf al een beetje aan. Ja. ja en het is ook een beetje wennen ook, ook voor de agenten die je ook tegenkomt en niet hoofdpersoon in de serie zijn ja. ja aan het begin denken die wel wat doet die camera hier opeens Daar moet iedereen aan wennen maar ja ik heb ook hier gemerkt dat op een gegeven moment dat, nu als we als de 0101 dat is dan ons roepnummer als we aankomen dat iedereen wel weet wat we komen doen en dat ze ook wel weten dat we op tijd afstand houden als het ja. moet en dat als er collega's zijn die niet herkenbaar in beeld worden dat daar ook uh, ja zeker nee niemand hoeft herkenbaar in beeld ja er zijn allemaal goede afspraken over gemaakt ja. maar ja het, het is natuurlijk wel leuk ook, ook als je niet hoofdpersoon bent als je dat wel doet want ja het is ook een beetje gek als, als de politie in Nederland zou bestaan op televisie uit gebleurde gezichten ja, dat uh, ja is ook niet nodig nee zo'n politie willen we ook niet zijn nee ja, inderdaad. en jij wat mij en dat vind ik ook ontzettend leuk in de serie is dat jij echt ook vragen stelt op het moment zelf dus dan sta je eigenlijk eigenlijk nog bij of in die melding ja. En dan toch ga je even het gesprek aan met een collega of... Uh... Ja, en dat is soms wel een beetje zoeken. Dat je soms stel je hem net iets te snel. <laughs> soms, uh, <laughs> soms het goede moment. Maar ja, dat, in onze programma's, en dat is eigenlijk met alles wat we maken, ja, is, is het, maken we het verschil vaak doordat we er echt in het moment bij zijn. En niet achteraf gaan zitten. Van, nou, hoe ging dat gisteren? En hoe voelde je je toen? Nee, ja. je wilt op dat moment een horen. Een cam, later weer... Precies, nee, weer je wilt effecteren. dan horen hoe het is en hoe ze er dan over denken. Want dan krijg je het meest eerlijke antwoord. Ja. Jij zei net al even, we hebben ongeveer 80 draaidagen. Dat is best uh, een flinke periode van tijd dat je content aan het maken bent. Um, kan je iets vertellen over hoeveel wat, ja, wat voor percentage zien we daarvan terug? Uh, nou, een, een groot deel uh, niet. Dus dat, ik, ik vind het moeilijk om daar een percentage aan te hangen. Maar je hebt soms gewoon diensten waarin er nou ja, niks gebeurt wat interessant is voor televisie. Of überhaupt niks. Of dat er dingen zijn die we niet uit kunnen zenden om allerlei redenen. Dus je hebt echt ja, heel veel dagen van die draaidagen die je ja, eigenlijk gewoon weggooit. Maar ja, dat hoort erbij. Dat, uh, dat weten we bij het maken van dit programma. Ja. Is dat, ga je dan gefrustreerd naar huis? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Nee, nee. nee je gaat... Ja, je, 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 je stapt de auto in... En een beetje in het begin zei, je stapt de auto in en je hebt geen idee wat je die dag uh, te wachten staat. Dus uh, ja, en soms denk je van, hé, uh, jammer uh, dat we net niet uh, alles uh, mee kunnen pakken. Maar ja, eigenlijk ga ik altijd wel naar huis met een goed gevoel. Ja. In de zin van, we, hebben altijd, we komen altijd wel met iets leuks terug, zeg maar. Of het nou echt leuk is of misschien ja. iets minder leuk. Maar we hebben altijd wel iets, zeg maar. En dat zie je, denk ik, ook wel in de serie terug. Wat je wel eens kan hebben, is dat je bijvoorbeeld dan bij een verkeerscontrole gaan ze dan doen, omdat er niets ver is. En dat je dan de porto van alles hoort gebeuren waar je dan niet bij bent, terwijl het wel op dat moment gebeurt. Ja. Maar ja, dat zul je misschien ook hebben als je <laughs> aan het werk. welkom bij de politie. Uh, ja, zeker. D dan ja. kun je wel denken, hè? shit, uh, ja. waar we maar daar, zeg maar. Ja. ja. Nee, ik had het daar laatst nog met een maatje van me over dat moment dat je opgeroepen wordt en dan met name als het inderdaad is van blijft u meeluisteren omdat je al weet dat er al meteen weer ja. eenheden bij of zware vesten aan, dan denk je echt van, oké, okay, let's go. Uh, nu gaan we aan de bak. Ja. En dat is waarvoor je het doet. En ik denk dat dat voor jullie eigenlijk precies. Ja, is dat. Dat, dat, dat gevoel, dat, dat, ja, zo'n beetje spannend gevoel, ja, dat, dat, dat kennen we wel inderdaad. Ja. 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 We hebben ontzettend veel vragen gekregen over jullie veiligheidsgevoelens. Hebben jullie je wel eens onveilig of bang gevoeld? Mm, ja, dat is een goede vraag. Uh, ja, nee, eigenlijk niet heel snel. Je weet dat je in een veilige omgeving bent met uh, agenten die weten wat je doet, zeg maar. Dus onbewust heb ik wel het gevoel dat ik me veilig voel, omdat, ja, omdat jullie om me heen lopen, zeg maar. Of om heen, um, dus ik voel me dan niet heel erg snel onveilig, tenzij je weet dat uh, uh, iemand met een vuurwapen zou kunnen lopen. Uh, zeg maar, ja, dan zou het onveilig kunnen aanvoelen. Maar of een even meer, een beetje spannend, zeg maar. Ja. Maar echt onveilig? Uh, nee, dat, nee, Ik weet nee. Nee, nee. Nee, o, nee, ook niet. Ja, het enige wat ik kan bedenken is als als je, als je tussen heel veel dronken mensen of zo staat en het een beetje onoverzichtelijk is. Dat hebben we wel eens gehad met dingen, ja. dat vond ik dan niet zo prettig. En voor jou helemaal niet, want je hebt die camera voor je hoofd, dus jij ziet niet wat er om je heen uh, ja. uh, gebeurt. Ik zie aan de rechterkant, zie ik helemaal niet wat er gebeurt, bijna. Dus ik moet echt fysiek helemaal omdraaien om te kijken wat daar uh, gebeurt. Ja. Ja. Maar ja, dat is wel inderdaad. Ja. Als je echt uh, in het uitgaansleven staat en er zijn heel veel mensen bij elkaar en er is een opstootje bijvoorbeeld, iedereen. En er is een overzicht, even. Nou, uh, uh, ja, er is geen overzicht meer. Nou, nee. Dan kan nog wel eens even link worden, zeg maar. Ja. Ja. Nou, hebben we wel eens tot dat er vuurwerk naar ons gegooid werd of ja. zo? Weet je. Ja, in zo'n menigte, natuurlijk zie je ook helemaal niet wie dat doet. Nee. En die mensen, die, ja, die denken er ook niet per se na op dat moment. Dus ja, dat is minder prettig. Ja, ja. ja en dat is natuurlijk ook. Hè, dan heb je het niet over onveiligheid, als dat je bang bent. Nee. Maar jij hebt een, ook een ontzettend dure camera op je schouder. Dan kan ja. me ook voorstellen dat je denkt: ja, hallo. Ik wil zelf heel thuis komen, maar als het even kan met mijn apparatuur ook. Liefst wel, ja. 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 Oh, ja dat is ja. natuurlijk ook niet het prettige gevoel <laughs> als je nee. denkt: ja, deze agressieve mensen kunnen ook een keer een, nee. keer een klap tegen mijn camera geven. Of, uh, Hebben ze ik. wel eens gedaan, toch? Ja, in Arnhem heb ik een ja. keer. Een, ja, er is wel eens aan mijn camera getrokken, ook inderdaad. Uh. Ja. Maar dan als ik weet, inderdaad, als we zo menigte inlopen, hou ik hem extra goed vast met twee oh, handen. Ja. ja, dan denk ik: ja. oké, okay, als hij nu wordt uh, gepakt, dan uh, ja. heb ik hem in ieder geval vast. Ja. En je hebt ja, niet zoiets. Dat... Nou, soms ja, zijn je we wel eens een uh, keer een. Uh, even een wensen. Ja, precies. Ga me weg. Ja. 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 Um, wat is voor jou als cameraman nou de grootste uitdaging bij het filmen van een serie als deze? Want uh, we gaan straks bij de rubriek in het veld. gaan we even kijken ook naar met wat voor camera jij dan werkt. Maar in principe is het alleen jouw camera. Ja. En wat bodycam, beeld en dat soort, dat soort zaken. Maar jij bent wel echt verantwoordelijk voor het plaatje. Ja. Is, wat is de grootste uitdaging daarin? Nou ja. Um, het belangrijkste vind ik het verhaal, zeg maar, dat we het verhaal kunnen vertellen en dan, uh, het plaatje, dat ik dat zo mooi mogelijk in beeld probeer te brengen, dat, dat, ja, dat is ook een hele goede uh, hele, hele uitdaging. Maar ik vind het belangrijkste dat ik het hele verhaal kan vertellen op een mooie manier eigenlijk. Dus vanaf het moment dat we de melding in dit geval binnenkrijgen, dat ik het helemaal rond heb, zeg maar, alle reacties heb, alle betrokkenen heb. Uh, dus echt dat we het hele verhaal van A tot Z kunnen monteren eigenlijk. En dat is soms even een uitdaging, inderdaad. Ja, van, want het gebeurt op soms, als je op straat staat, enorm veel. Heel veel mensen, er zit daar een verhaaltje. Daar is een verhaaltje bezig. Uh, achter mij misschien nog. Dus je probeert alle hoogtepunten uit het verhaaltje mee te pakken, zeg maar. Ja. Dus dat is even een uitdaging af en toe. Ja. En kan je daar soms ook een beetje in. Uh... In helpen wat je net zei je kan mm -hmm. niet van de verdachte vragen om nog een keer weg te rennen nee. maar je zou wel aan een collega kunnen vragen of kun nog heel veel bij die persoon gaan staan of weet nee, of... doen we nooit nooit nee, okay. nee. we hebben nog nooit ingegrepen of nooit gezegd van hey wil je even wachten of wil je nog een keer aanlopen ja dan heb je het niet ja dan uh, dan los je het anders op zeg maar ja. Het enige is wat uh, nou ik zie natuurlijk niet altijd alles. Dus heel soms dan ziet dan natuurlijk wel eens wat en die tik mee op schouder. Hey, uh, daar uh, loopt ook iemand in één keer weg. Of uh, ja, en, dus en andersom ook, ja. uh, ik hoor niet altijd alles. Omdat je hebt de zenders, dus in de verte, zijn tien meter verder staan, dan zegt hij ook wel eens, nou, volgens mij gaat er nu dit en dit uh, waar ik dan weer op, uh, op, op aan kan haken. Ja. 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 Heb jij dan ook een bepaalde stijl van documentaire maken? Is er een bepaalde bepaalde type shots waar je dan heel erg naar zoekt? Of ja, ik probeer wel een beetje mijn eigen stijl te ontwikkelen. Of in ieder geval, ik probeer mezelf wel altijd uit te dagen om het uh, verhaal op een bepaalde manier altijd in beeld te krijgen. Zeg maar, stel dat, dat Ewad een gesprek heeft met iemand uh, uh, waar het, uh, uh, waarbij het onderwerp zeg maar, uh, ergens in de achtergrond ligt, probeer ik wel het onderwerp ook altijd bij te betrekken. Altijd op een bepaalde focus te verleggen. Of uh, zodat de montage daar uh, een mooi linkje mee kan maken. Zeg maar. Dus ik probeer altijd wel letterlijk mee te kijken. Eigenlijk wil je, eigenlijk ben ik gewoon een heel vervelend mannetje die de hele tijd ernaast. En gewoon zo zit mee te kijken. Wat nou, moet ik aan het doen. Dus dat probeer, dat probeer ik eigenlijk te doen eigenlijk. Schappelijk dat je jezelf zo op? Moet je loopt te gluren? Nee, maar dat, nee ja, maar dat is wel een beetje. Omdat ja, je wil gewoon alles zien eigenlijk. Dus ja. Uh, ja. Zijn er ook zijn er bepaalde documentairemakers of mensen waar jij dan ook naar kijkt waarvan je denkt: van Nou, dat vind ik wel.? Uh... Ik heb niet bepaalde namen, maar ik, ik zit wel eens op, uh, op Netflix te kijken of op Viduland kijk je wel eens en dan zie je een documentaire voorbij komen. Of op een, een film zie je, zit ik te kijken en dan denk ik: Dat is wel echt heel goed, uh, tof camerawerk. En uh, dan probeer ik dat steltje wel over te nemen. Of in ieder geval uh, iets van mezelf eraan toe te voegen, zeg maar. Dus ja, uh, ja ik leer daar ook wel van. Dus ik kijk daar soms wel even anders naar. Ja. 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 Waar ook een hoop mensen benieuwd naar zijn, is hoe, hoe komt nou zo'n bureau Rotterdam in dit geval tot stand? Van, van A tot Z? Want mensen zien natuurlijk eigenlijk alleen het eindproduct. Ja. Uh, en dan, dan kunnen ze wel zelf inschatten dat daar wat draaidagen bij horen. Maar hoe, hoe gaat zoiets? Ja, ik werk ook eigenlijk achter de schermen voor dit programma. Ja, mijn, mijn bedrijf maakt het ook, uh, zeg maar. Dus dat begint al heel ver van tevoren. Dat we gaan bedenken samen met de politie naar welke stad gaan we? En we hebben een beetje met elkaar bedacht dat we altijd van de Randstad naar provinciestad naar de randstad gaan. Dus dan, uh, dat is een beetje in het geheim. Dan gaan we bedenken nou, waar we naartoe zouden kunnen gaan. En dan beginnen de eerste uh, gesprekken. En dan gaan ze vanuit de, de, de eenheid kijken, nou zijn er ook genoeg uh, agenten die dat leuk zouden vinden, dan gaan ze bij de teamchefs een beetje checken. En dan op een gegeven moment uh, nou, is er besloten dat we daar naartoe gaan. En dan krijgen eigenlijk uh, uh, nou, de agenten een e-mail dat ze zich aan kunnen melden. En dan krijgen we hopelijk steeds heel veel aanmeldingen. gaan we gesprekken voeren. Dan worden de agenten uitgekozen. Het is een soort casting eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, het is letterlijk eigenlijk een, een gesprek op het bureau wat we ook al filmen. Uh, en dat is niet om te kijken of mensen het goed of niet goed doen. Ja, natuurlijk wel ook voor zichzelf of, of ze al direct ongemakkelijk worden van die kamer of dat ze het wel leuk vinden. Maar ook omdat we een beetje divers beeld willen laten zien. Dus uh, mensen van uh, verschillende leeftijden. Man, vrouw, afkomst. Eigenlijk dat willen we een goede combi van hebben. Ben jij daar ook bij betrokken? Ja, ja eigenlijk uh, vanaf het begin af aan. En dan op een gegeven moment dan, ja, zijn samen met de politie kiezen we die mensen uit RTL heeft er natuurlijk ook een rol uh, in. En dan uh, is er een startdatum. En dan, uh, dan zijn wij heel veel dagen op pad. En ja. dan begint de montage. Ja. En uh, dat is ook weer een heel traject. Dus er nee, gebeurt achter de schermen heel veel voordat het uh, op televisie kan komen. En de montage, dat is, dat, daar zijn jullie ja, dan zijdelings bij betrokken. Maar dat wordt dan weer door iemand anders gedaan? Ja, dat, dat gebeurt op kantoor. Dat, dat Frank is de eindredacteur. Shout-out naar Frank. Ja, hoi Frank. Ja. En, uh, en die is eigenlijk met Mara op, op, op de redactie. Uh, ja, we werken zij eigenlijk aan het programma. En, uh, maar Frank die doet de eindmontages. Dus die, ik... ik heb een soort lijstje tijdens het uh, opnemen van, nou ja, dit, dit vind ik een leuk item en dit vind ik een minder leuk of dit vind ik leuk. Dat wordt gemonteerd en Frank die maakt uiteindelijk de samenstellingen van de aflevering. En dan uh, op een gegeven moment ga ik weer kijken en dan gaat de politie kijken en RTL gaat kijken. Dus er gaan eerst heel veel mensen nog naar kijken en dan uh, komt het op televisie. En dan wordt er nog aangeschaafd soms van een... Ja, eerste, ja zeker. Ja? Ja, nee, heel, ja, wel veel. Kijk op een gegeven moment dan, dan loopt het en dan... Nou, dan weten we wel een beetje hoe de serie eruit moet komen te zien. Maar aan het begin, en dat is eigenlijk bij ieder programma. Ja, dan moet je het wel even neerzetten weer. En uh, dat, dat is altijd ook heel leuk. Maar dat kost ook veel tijd. Ja, en dan gaat het naar de zender. Ja, denk ik. Ja. En dan wordt het uitgezonden. En ja. Ben je dan nog heel erg daarna ook aan het kijken naar de kijkcijfers en hoe de, Want het, eh, ik heb ervan begrepen dat het echt. Ja. To the roof gaat. Ja, nee, dat gaat echt wel heel ja, goed. He? Ja, nee, dat is heel leuk, maar ik, ik heb dat ook wel een beetje. Ik werk al best wel een tijdje bij de televisie. Aan het begin weet ik nog dat ik daar heel erg mee bezig was. En dat ik dan kon hebben, zeg maar, dat ik alleen maar daarmee bezig was. Dus ja. dan, dan waren die kijkcijfers heel goed en dan was ik heel blij. Maar het gebeurt ook wel eens dat ze heel slecht zijn. En dan kon ik daar echt oprecht heel uh, zagrijnig van zijn. En zuur en uh, noem het maar op. Maar dus, ik heb, ik heb op een gegeven moment een soort knop omgezet dat weet je, ik vind vooral belangrijk dat het leuk is als ik het zeg maar maken, dat ik daar zelf achter kan staan. En dan is het heel leuk als het heel goed uh, scoort. Maar ja, dat, na een dag ben je dat ook alweer vergeten. Dus het moet vooral ja, leuk zijn als je het aan het doen bent, zeg maar. En, en je moet blij zijn allemaal met wat je gemaakt hebt. Maar het gaat echt niet alleen maar uh, om die kijkcijfers. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat, ik bedoel, het is wel jullie leven. Uh, je bouwt iets en je hoopt dat het zich uiteindelijk ook vertaalt in de mogelijkheid om nog meer te bouwen. Klopt, dus... maar het is niet natuurlijk het enige. Want, want uh, ja, we hebben ook wel eens programma's gemaakt zeg maar, die voor een wat kleinere groep waren. Maar die doelgroep vond het vervolgens heel leuk en heel interessant. Dus dan is dat alsnog het doel wel bereikt. Zeg maar dus, ja. maar ja, dat is, wil niet zeggen dat het natuurlijk wel heel erg leuk is dat zoveel mensen het leuk vinden om naar te kijken. Dat is natuurlijk wel, uh, ja, dat, dat is voor iedereen heel gaaf. Ook voor alle agenten die natuurlijk meedoen. Ja. Ja, en de, de agenten die meedoen, die worden dan ook uh, eigenlijk vanaf de eerste aflevering ook al meteen herkend, yeah. uh, her en der. En, maar dat zal voor jou en, en voor jullie misschien hè, ook, maar vooral voor jou natuurlijk ook heel erg zijn. Dat je ontzettend herkend wordt op straat. Ja. Yeah. Je bent gewoon een bekende Nederlander wat dat betreft. Ja. Yeah. Beïnvloedt dat het maakproces? Nee, het is soms wel een beetje onhandig als je ergens uh, bent, toch? Ja, <laughs> uh, uh, ja. ja. Op ja. toe als we een item aan het draaien zijn en dan komt er iemand langs en ik hey, pak even op de foto's aan <laughs> ja. Ja. dat, ja. Uh, ja, dat is maar. Heel leuk, ja, het is ook. Ja, ja. Het is, mensen vinden het programma wel leuk of zo. Het maakt is het ook wel makkelijk omdat soms als we ergens aankomen, dan weten mensen wel uh, Oh, Dit is uh, Bureau Rotterdam en dit is het programma, dus dan. Nou, dan snappen ze iets sneller dat ze dan ook onherkenbaar in beeld komen en wat we aan het doen zijn. Dan is het iets minder snel. Even, wat is die camera? Wat komen jullie uh, doen? Ja. En, uh, dus het is soms ook wel handig, juist. Ja. Als ja. je het een beetje als middel kan inzetten. Ja. En ja. even de goed aan Katja Schuurman kan doen. Ook. Ja, ja, die, welk, uh, <laughs> ja. Klopt, Ja. Ja. ja, ja. 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 Grappig. Ja. We zitten nu natuurlijk uh, midden in bureau Rotterdam. Weten we al waar jullie uh, naartoe gaan uh, als volgende? Ja. Ja? <laughs> ja en dat is nog onder embargo denk ik ja, ja, ja. ja dat is ook nog uh, uh, want het, we zijn nog in gesprek zeg okay. maar dus ja. het is nog niet 100% zeker maar we hebben al wel een idee waar we naartoe gaan okay. ja ja en je dat moet dus ook wel laten vallen dat het dan niet in de randstad zal ja zijn. klopt ja dat is zo ja dat zie ja. ja, ja, okay. jij nou, Ik of ben uh, mensen in de DM's uh, suggesties ja, gaan geven suggesties, wat, suggesties uh, zijn altijd wel ja. Ja, ja ja top um, even terug naar Rotterdam want daar de, in die wereld leven we nu bureau Rotterdam is uh, hot topic um, van alle items die jullie nu gedraaid hebben, hebben jullie nu echt uitschieters uh, qua leukste melding of qua meest impactvolle melding? dat jullie echt zoiets hebben van nou, dat was wel heftig. Um, ja, even denken, joh. Ja, ik, um, ik zit ook even heel hard uh, na te denken. Um, nou ja, wat, wat, wat ik altijd wel uh, nou ja, heftig, wat, wat altijd wel impact heeft, is als er dingen met, uh, of meldingen zijn met kinderen. Vind ik altijd, dat grijpt mij op een of andere manier altijd heel erg aan. Ik denk, ja, een kind is een kind. En uh, uh, ja, de, op, 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 in familieruzie, toestanden of misschien overlijden, zeg maar, reanimatie, zeg maar, uh, dat, dat soort meldingen, die, die grijpen me altijd wel aan. Ik denk, ja, jeetje, dat is, wel, uh, dat, dat is wel pittig. Ja. Ja. Ja, ja en, en, en we hebben natuurlijk wel dit seizoen waar ook heel veel om te doen was, natuurlijk de, de, de meneer met, uh, met het hondje. Ja, dat, dat ja. heeft ons allemaal wel aangegrepen. En uh, nou, je zag dat dat. Uh, ...de Kijker, ook heel veel deed ja, absoluut ja. Dat, dat dat zorgt echt voor ophef, zoiets zeker. Ja, ja. ja. hebben ja. jullie dan van tevoren ook al met, meteen wel zoiets van ja? Dit gaat ook wel uh, mensen raken dat jullie dat in het tijdens het maken al wel door hebben. Ja, dat, dat ja, dat, want dat hadden we natuurlijk zelf ook wel op dat moment, omdat ja, we, we we reden daar gewoon langs en en het is niet dat er een melding binnenkwam, en ineens zaten we midden in die uh, situatie. Ja. Dus ja, nee, dat, 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 ja, dan weet je wel, zeg maar, vaak als het op jezelf dan uh, impact heeft op zo'n moment, dan kun, je, ja, dan kun je wel bedenken dat het voor de kijker ook pittig is uh, om te zien. Ja. Oh, en ook voor de agenten uiteindelijk, ja, ja. die er middenin staan. Zeker, ja. Ja. en ja. daar is ook bij ons natuurlijk uh, altijd veel om te doen, de mentale ja. gezondheid van, ja. uh, van de politieagenten. Hoe is het met jullie mentale gezondheid en de zorg daarvoor? Nou, heel goed eigenlijk. In de zin van uh, als wij natuurlijk een, bij een uh, heftige melding komen, ook uh, waar, uh, waar we mee zijn, uh, nou ja, alle agenten krijgen dan naar iets heftigs TCO en uh, ons wordt dat, dat ook altijd aangeboden. En we hebben het uh, heel vaak ook samen wel eens over dat we als we terugrijden dat het dat een beetje wat heftig is en uh, ja, we moeten elkaar wel in de gaten houden daarover. Ja. Maar we, we, ja, we houden alles heel erg open en we bespreken ook echt alles met elkaar. Dus, ja, ik denk dat die verwerking best wel goed gaat uiteindelijk. Ja, ja en wij zijn ook wel vrienden, zeg maar. Dus het is, het is ook niet... Uh, ja, het, we vinden het niet moeilijk om dingen aan elkaar te vertellen of, of om daar open over te zijn. Het is niet dat we stoer zitten te doen van, hey, uh, nou, was we uh, gaaf of dit. en uh, Ja, op een gegeven moment ook in het buitenland hebben we best veel programma's gemaakt waar we ook veel enge en ja. heftige dingen gezien hebben. Dus op, op, ja, uh, op een gegeven moment weet je wel van elkaar dat je daar wel over moet praten en dat je niet moet doen alsof het allemaal maar normaal is. Zeg maar. Nee. Ja. En ondertussen zitten jullie wel. Uh, Echt op een rijdende trein. Ga je van programma naar programma. En dan ja. kan het ook zo zijn dat dingen toch sluimerend zich wel een beetje opstapelen. Ja, nee, ja, ja, ja. Dat, dat, dat kan zeker. Ja. En dan moet je ook niet onderschatten, want dat, ja, heel vaak weet je dat ook niet van tevoren, inderdaad. Dus dat, dat is inderdaad wel bij dit jaar. Je, je ziet wel iedere keer, uh, uh, natuurlijk, allerlei uh, nare dingen. Dus ja, dat, je moet dat in de gaten blijven houden, dat is zeker waar. Ja. Ja. Wat mij altijd een. Uh, houvat geeft uh, als het gaat om heftige dingen is de, de wetenschap dat je daar in de rol als politieagent staat en dat je kan handelen dat je een tourniquet kan aanleggen of kan reanimeren of kan zorgen of nou whatever maar dat je iets kan doen zeg ja. maar. en als het dan heftig is dan denk je wel ja maar ik heb wel wat gedaan En daar ben ik dan ergens een soort van ja, trots op of zo ik weet niet precies maar dat geeft dan een goed gevoel ik kan me voorstellen dat dat voor jullie dat is anders want jullie komen ook in een beschouwende rol ja, maar, maar vaak bij mij gaat het wel een soort klop omdat ik, dat ik heel erg dan wil uitleggen wat er gebeurt en hoe het gaat. En dat je eigenlijk dan, de, ja, dat wat je dan kan doen voor mij is dat je probeert zo rustig mogelijk te blijven en juist heel erg probeert uh, uit te leggen aan te kijken, nou, dit is wat er gebeurt, dit is wat ik zie, uh, dit vind ik ervan, of dat, uh, waardoor je wel een soort, ja, met iets bezig bent, zeg maar. En uh, ja, de, vaak zijn het wel juist dat soort items die ook voor de kijker wel uh, impact maken, omdat dat vaak dingen zijn. Ja, die of een taboe zijn, of uh, waar ze niet veel van weten en, en waar het juist goed van is, vind ik als ze daar wel wat meer van weten. Ja. 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 en meestal zijn er genoeg handen, dus ja, wij kunnen ook niet zo heel veel meer dan. Ja, wij volgen echt dus het werk van de agenten, zeg maar. En zij weten hoe te handelen en wij laten juist zien hoe handelen zij, zeg maar. En wat denken zij en wat gaat er in hun om ja. op dat moment. Ja. ja. Als we nou los van de. Uh, Bureauserie, zeg maar. Uh, jullie zouden vragen: wat voor type programma staat er nog op jullie bucketlist? Wat zou je nou graag nog als je een keer eh, een half jaar of wat ik voor wat over heb? Ik denk niet dat het gebeurt. Maar wat, zou je nou nog willen, wat zou je nog willen maken? Uh, nou ja, ik vind eigenlijk wat ik nu doe echt heel leuk. Dus dat, dat, ik heb echt helemaal niks uh, te klagen. Ik vind de Bureauserie heel leuk om te maken. En in de, nou ja, de, de Ewoud-serie die we maken, zeg maar, nou, dan kunnen we echt de onderwerpen bedenken die we zelf uh, interessant vinden om te doen. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar wat ik nog wel leuk zou vinden, is, is iets te maken misschien waar je uh, lang mee bezig bent. Het is nu natuurlijk omdat we zoveel programma's maken, ja, dan, dan weet je al na nou, een half jaar of uh, soms in een week uh, moet je een, uh, een programma maken. Terwijl, uh, nou, we hebben ooit een, een, een docu uh, gemaakt over de zaak Nikki Verstappen. Staat op Vierland nog steeds, best wel interessant om te zien. Daar hebben het uh, recherche-team uh, helemaal gevolgd in die zaak. En dat uh, nou, heeft er drie jaar hebben we daarover gedaan. Uh, maar ja, dan is het wel heel gaaf, omdat je, als je drie jaar ergens aan werkt, ja, dan, dan ga je dat ook echt terugzien als je het uh, uiteindelijk ziet. Dus dat ja. lijkt me nog wel leuk om iets, iets te maken waar je echt lang mee bezig bent. Zeg maar. En dan, maar dan wel in, in relatie tot de politie? Of zou dat dan iets anders zijn? kan, kan ook iets anders zijn. Maar uh, ja, ik, ik vind het heel leuk om, 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 om ja, een beetje deuren te openen die normaal gesloten blijven of, of, of werelden te laten zien die mensen die niet zo goed kennen. En, en ja, zelf vind ik misdaad en, en dat soort onderwerpen heel interessant. Dus het zal voor mij wel... Sneller in die hoek zitten. Ja. Ah, ja. En voor jou, Julian? Ja, uh, voor mij eigenlijk hetzelfde. De, de Nicky Verstappenzaak was natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Hè. We hebben We Ook heel lang onder embargo hebben we dat uh, gedraaid. En uh, ja, zoiets vind ik ook blijft heel erg interessant. Iets onderzoeksgerelateerd, uh, waarbij je geen idee wat de uitkomst is, maar wat wel een enorme uitkomst zou kunnen zijn. Zeg maar. Dus ja, iets onderzoekersgericht, uh, volgen uh, en al, alles echt, uh, ook waar je niks over kan doen. Dus dat blijft heel erg interessant, ja. 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 Ik heb nog één vraag voor jou binnengekregen. Oh. Uh, is je camera zwaar? <laughs> ja, uh, Ik denk dat die 8 kilo is ongeveer. 7-8 kilo. Ja. Ja. Nou, we gaan zo meteen even ja. kijken hoe dat, uh, hoe dat er dan ook daadwerkelijk uitziet. Het dossier: Hoe is de bureausserie tot stand gekomen? Hoe is dit ooit allemaal ontstaan? Nou, dat, dat is eigenlijk gekomen omdat uh, ik heb dus een productiemaatschappij. En daar, daar bedenken we eigenlijk continu allerlei nieuwe programma's mee. En dat was dan een aantal jaar geleden. Toen dacht ik, ik zou wel eens iets met de politie willen doen. Want ik vond dat zelf al wel interessant. En het voordeel van als je nieuwe programma's bedenkt. is dat je kunt bellen en kan zeggen. Nou, ik zou voor de researchers uh, wat meer willen weten. Kan ik eens kijken. Dus ik heb toen de politie een keertje gebeld. of ik een dienst mee zou kunnen draaien. En dat was in Amsterdam toen. op bureau Burgwallen. want dat zat toen uh, nou, dichtst bij waar ik toen uh, woonde. Dus toen uh, uh, nou, draaide ik daarmee en daar ontmoette ik Jan. Uh, uit de eerste serie was hij een van de karakters. En dat klikte heel goed. Dus toen ging ik eigenlijk voor mijn lol uh, uh, nou, één keer in de maand uh, een nacht uh, meedraaien. En dat heb ik toen, nou, denk ik wel, in een half jaar of een jaar of zo gedaan. En op een gegeven moment dachten we, nou, hier zou best wel een serie in kunnen zitten als we dit gaan doen. Dus toen RTL erbij betrokken, de politiecommunicatie erbij betrokken, Julian op een gegeven moment erbij betrokken. En toen hebben we een pilot-proefopname gemaakt. En uh, dat werd Bro Burgwallen. En die serie werd een succes. Dus toen werd het steeds meer groter. Langere afleveringen, langere series. En uh, nu zijn we hier. En is het sindsdien ook uh, nog makkelijker geworden? Om weer een nieuwe uh, seizoen, zeg maar, te maken? Serie? Uh, uh, nee, niet makkelijker, denk ik. Omdat uh, ja, mensen verwachten er ook nu heel wat van. Kijk, als je iets voor het eerst doet, dan zijn er geen verwachtingen. Hè? En dan kun je het maken hoe jij zelf denkt dat je het wilt maken. En nu. Ja, als dit seizoen is afgelopen, dan zijn er heel veel kijkers die alweer heel veel zin hebben in een volgend seizoen. Dus als, als wij daaraan beginnen, ja, dan denken we wel, ja, het moet wel weer goed worden. Die agenten moeten het leuk vinden en uh, gaan er genoeg dingen gebeuren. Uh, dus nee, het is niet makkelijker. Ja. En is er dan ook wel eens een spanningsveld tussen wat het uiteindelijk moet worden uh, en wat jullie het liefst zouden willen hebben maken of laten zien? Nou ja, kijk, dat heb je hier gewoon echt niet in de hand. Dus weet je, we, op zich, als we met de, de. Kijk, ook de agenten willen hun werk zo goed en zo breed mogelijk laten zien. En dat kun je laten zien als er veel gebeurt. Maar ja, dat heb je niet in de hand. Dus, dus ja, spanningsveld. Maar we hebben allemaal hetzelfde spanningsveld. Omdat het willen de agenten op dat moment ook. Dus ja, ja. Nee, als er niet veel gebeurt op een dag, ja, daar, ja, daar is niks aan te doen. Nee. Maar we hebben deze serie. Uh, is er genoeg gebeurd. Ja, dus we hè? hebben niet te klagen. Genoeg nee. aanbod in het, Zeker. Uh, in het Rotterdamse. Ja, ja. 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 Zijn er nou, um, of laat ik mijn vraag anders stellen, er zijn nu ontzettend veel mensen die uh, een YouTube kanaal starten, die willen presenteren, hè, media maken is ontzettend hot. Ja. En ik denk dat er ook wel heel veel jonge mensen zijn die een beetje naar jou kijken van ja, ik wil de nieuwe Ewout worden of ik wil de nieuwe Julian worden. Hebben jullie tips voor beginnende makers, verhalenvertellers, hoe, hoe pak je zoiets aan? hoe ja, word je jou? Uh, ja, <laughs> nou ja, het, het, gewoon ook doen, weet je wel. En ook eigenlijk als ik naar mezelf kijk, zeg maar alle dingen die ik uh, die ik gedaan heb en en die dan lukte. zeg maar, dat dat waren dingen die ik zelf heel leuk of heel interessant vond en die ik toch gewoon ben gaan doen of gewoon ben gaan bellen of gaan proberen. En uh, ja, dat is nu nog veel makkelijker, weet je wel. Je kan je, ja, je kan iets zelf draaien, je kan het zelf online zetten. Ja wel gewoon een, en en regel het voor jezelf of zo. Ja, ik weet niet. Het moet natuurlijk moet je ook wel een beetje geluk hebben en uh, en en hopen dat mensen het ook leuk vinden om naar te kijken. Maar ja, toch het gewoon maar gaan doen. Er is niet een soort opleiding voor of er is niet een soort één weg om dat te, uh, om, om, om dat te bereiken. Ja, ik denk ook als je als je iets leuk vindt, uh, dan word je er zelf goed in. Of in ieder geval ja, dan kun je daar jezelf helemaal in ontwikkelen. Dus doe vooral wat je leuk vindt, zeg maar film in mijn geval wat je leuk vindt. En uh, dan zie je daar, denk ik, uiteindelijk best wel veel resultaten in terug, dus ja. Um, en, en pak gewoon desnoods gewoon een camera en ga gewoon filmen en uh, van interessante dingen die je zelf leuk vindt, ja, dan, dan krijg je vanzelf iets, uh, iets moois misschien, ja. ja. To begin, begin. Ja, begin, ja. begin pak ja. dat ding en uh, ga op pad. Ja. Ja. ja, ik denk dat het voor ons ook tijd wordt om eens op pad te gaan en uh, te kijken hoe dat er bij jullie uh, uitziet. Um, de draaidag is al geweest. op het moment dat deze podcast verschijnt. Maar jullie gaan met Brian en Kiesje aan de bak. Dus we gaan eens even kennismaken daar. Ja. In het veld. We staan hier bij de befaamde 0101. Uh, is dit vooropgesteld? Is dit gewoon een normale politieauto zoals die ook in, een, in de noodhulp en de spoed en nu gebruikt wordt? Zeker. Alleen dit is de auto die we eigenlijk altijd standaard gebruiken voor het programma. Ja. Zodat het makkelijker is en we weten wat erin ligt. Zodat we niet elke keer misgrijpen met AED's en dat soort dingen. Ja. Dus het is de standaard auto die we voor het programma gebruiken. Right. Ewout, hey, hoe uh, gaat zo'n draaidag eraan toe? Jullie komen hier nu op de Veilingenweg in Rotterdam bij elkaar. En, en dan? Ja, dan begint het eigenlijk een beetje. Dus dan, dan begint het vooral voor Julian. Want die, die moet camera's moet die installeren. Die moet onze microfoontjes moet opdoen. Uh, nou ja, jullie moeten je natuurlijk omkleden. En dan, uh, ja, als alles geïnstalleerd is, dan gaan we zitten. En dan vertrekken Want we. dan weten we natuurlijk nooit van tevoren wat er gaat gebeuren die dag. Nee, want dat is politiewerk. Hè? Je weet ja. niet wat je kan verwachten. En hebben jullie wel een beetje scenario's doorgelopen? Van nou, als, het, uh, als de zware vesten aan moeten of als het een reanimatie is, dan. Hoe, hoe, hoe zit dat? Het is een beetje eigenlijk, is, ja, gaat een beetje improviseren. En eigenlijk op een gegeven moment weet je wel van elkaar. Nou, als er dit gebeurt, dan doen we dit. Maar alles is wel aanwezig. Dus als je het hebt over zware vesten, inderdaad. dan zijn er vier. Twee waar politie op staat, voor jullie uiteraard. en twee waar geen politie op staat, voor ons. Ja. En die moeten best nog wel eens aan in Rotterdam. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is ook wel te zien natuurlijk. Ja. Ja. En waar natuurlijk heel veel mensen benieuwd naar zijn. Nee, dit is niet jullie eerste draaidag. Jullie zijn denk ik ook al aardig aan elkaar gewend. Voor zover dat kan. Maar hoe gaat het er nou aan toe als de camera's niet draaien? Hoe is dan de sfeer en hoe gaat ja, dat? Ik kan dat het beste aan jullie denk ik vragen. Ja. Nou kies Ben ja. Nee, de sfeer is gewoon goed. We hebben het gewoon nu echt over van alles. Over wat we gaan doen van het weekend, uh, vakanties. Ja, eigenlijk gewoon waar je normaal met je vrienden over hebt. Daar heb nee, ook met. gewoon over de auto. En dan soms ben je over iets aan het praten en dan ineens komt er een melding. Ja. En dan. Uh, schakelen. Schakelen, ja. Schakelen, ja dan schakelen, ga je meteen ja. beginnen. Ja. Want ja, dan, dan, dan gaan jullie natuurlijk beginnen met, uh, met het, nou, het werk wat je moet doen. Maar ja, voor Julian begint het dan natuurlijk ook met de opname maken. En, uh, ja, ja, ik precies. loop er een beetje bij en ik stel wat vragen. Ja. <laughs> Want jij doet alles in je eentje qua beeld maken, Julian. Sorry. Ja. Want Wat voor camera heb jij uh, bij je? Ik heb een, ja, hij heeft nu een jasje aan, omdat het niet zo heel goed weer buiten is. Dus als het regent, dan wordt hij niet nat. Dan heeft hij een eigen regenjasje. Maar dit is een, gewoon een sony camera eigenlijk. En om, nog specifieker, de FX9 is dat dan. En die is heel gevoelig ook in het donker. Dus dat is heel fijn. Vooral met het politiewerk gaan we heel vaak tot aan in de nacht door. Of zelfs de hele nacht mee. En dat is ideaal dat hij onder goede donkere omstandigheden toch heel veel licht kan verdragen. Ja. Zeg maar. ja. En voor dat mensen die echt met beeld maken zeg maar, bezig zijn, wat is dan de afweging om niet nog groter te gaan? Of voor bijvoorbeeld een kleine Sony A7 S3 zoals wij gebruiken, ja. die echte kleine cameraatjes. Waarom ja. ben je hier op? Nou, uitgekomen? eigenlijk, ja, ja, zo, zo werkt het dan. Eigenlijk. Hij ligt dan op mijn schouder. En het fijne, is, ik kan nu ook heel hard rennen en dan kan ik het nog redelijk stabiel houden. En uh, alles wat erop zit, zeg maar. Ik kan uh, drie microfoons erop kwijt. Um, uh, en hij ligt gewoon vooral heel stabiel en ja, die sensor die, uh, die erin zit, die is gewoon heel fijn, dus je hebt echt nodig uh, voor dit werk uiteindelijk, ja. Wat is nou voor jullie beiden eigenlijk de grootste uitdaging? Want jullie willen natuurlijk aan de ene kant zo goed mogelijk een programma maken, je wil niet het politiewerk verstoren. En uh, uiteindelijk wil je ook met vette beelden thuis komen denk ik, maar wat is, de, wat is daarin de grootste uitdaging? Nou, ja. Per, ja, Het is per melding echt heel verschillend eigenlijk. En dat is hetzelfde als met uh, Kisha en Bruin bijvoorbeeld. Zij, zij moeten ook op dat moment inschatten hoe is de situatie en dat doen wij eigenlijk ook. Ja. Um, en het, het, het heeft ook te maken uh, wat is de situatie, uh, zijn er veel slachtoffers. Uh, je wil afstand houden. Je wil natuurlijk ook niet het werk van uh, alle politieagenten belemmeren. Maar je wil ook op een respectvolle manier het werk laten zien, zeg maar. Zonder dat er. Uh, uh, dat je echt in de weg loopt uiteindelijk, zeg maar. Of dat je mensen uh, tekort doet eigenlijk, uh, dat je vol met een camera erop staat. Dus het draait echt om hun uiteindelijk. En ja, we proberen daar goede afweging en balans in te maken om een bepaalde afstand uiteindelijk te creëren. Ja, precies. Jij bent, jij hebt ook een oortje in hè? Ja, hoe, uh, hoe zit het met de verbindingen voor de rest? Want wij hebben natuurlijk als politieagenten portofoons en jullie... Ja. Nou, eigenlijk, jij hebt geen uh, oortje, nee. maar ik heb een oortje en dan hoor ik dan de onderlijn, zoals dat heet, hoor ik op. Zodat ja, als er dan iets speelt onderling, dat ik dat ook wel een beetje mee kan krijgen, zeg maar. Omdat ja, wij lopen er natuurlijk toch bij en uh, dat is toch wel handig als ik ook een beetje hoor wat er dan speelt. Ja. ja. Wat vind jij van de communicatie van de collega's en als je dat zo allemaal meeluistert? Nou ja, wel heel helder. Want ja, je moet natuurlijk heel vaak, uh, is er een situatie waarin best wel stress is. En waarbij ze eigenlijk dan via de meldkamer, ja, dan moeten ze heel duidelijk communiceren. Zodat iedereen weet wat hij moet doen. En uh, ja, dat hoor je wel door die portofoon ook heen. Dat het, uh, ja, er wordt heel helder gecommuniceerd. Ja. En je mag geen grapjes of zo maken over die uh, portofoon. Heen. Over het algemeen niet? Over het algemeen nee. nee. <laughs> nee dat is, ja. Tenminste, dat is niet echt uh, de bedoeling. Nee, nee. nee. Top. Nou, volgens mij moeten jullie nog even de zenders omhangen. En ja. uh, gaan jullie aan de bak? Ja, we gaan op pad, ja. Thanks en een fijne dienst. Dankjewel. Thank Dankjewel. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Boeiend de Podcast. Allereerst, heren. Ontzettend interessant om met jullie te praten. En ik, ben, uh, ik heb ook een beetje een rare functie bij de politie. En vanuit mijn hoek als contentmaker vind ik het ook uh, ontzettend interessant om in jullie wereld te kijken. Dus bedankt daarvoor. Ja, ik ik ja. stel de gasten altijd nog even in de gelegenheid om een uh, laatste woord uh, te richten aan de kijker en de luisteraar van deze podcast. Uh, Julian, mag ik uh, bij jou beginnen? Ja, uh, laatste woord. Het klinkt heel suf, misschien, maar ook weer niet. Uh, het belangrijkste is, ja, ik, ik doe wat ik heel erg leuk vind. En uh, ik, ik denk alle agenten die we hebben gevolgd in de serie, die doen ook wat, wat zij leuk vinden. Dus het eigenlijk klinkt heel cliché. Doe wat je leuk vindt. En um, ja, ik denk dat je daar een beste baan bij hebt uiteindelijk. Ja, 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 nee, ja en ik, ik wil ook nog zeggen dat ik uh, dat ik het superleuk vind dat er zoveel mensen met zoveel plezier naar het uh, programma kijken. En als ik hoor. Uh, ja, hoeveel uh, positieve reacties ook er op de agenten zijn, ja, dan hoop ik toch ook een beetje dat, uh, dat we eraan bijdragen dat, dat ook door deze serie hopelijk uh, mensen soms een beetje anders naar de politie gaan kijken. En uh, zien dat uh, ja, echt de meeste agenten echt hun best doen uh, om er wat van te maken. Uh, dus dat verdient wat meer respect soms. Ja, super tof. Ja. En uh, jullie uh, ook hartstikke bedankt voor het verhaal wat jullie vertellen, ook over de politie. En het feit dat er dankzij jullie programma's ook ontzettend veel nieuwe collega's solliciteren. Want die hebben we ontzettend hard nodig. Ja. En dan rest, rest ons denk ik niks dan de luisteraar en de kijker te bedanken. Dus hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Boeiend de Podcast. Deze afleveringen verschijnen één keer in de twee weken op Apple Podcast, op Spotify, je favoriete podcast app en op YouTube. Dus we zien elkaar over twee weken in de volgende aflevering van Boeiend de Podcast. Tot dan. Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan.